Een beeldredacteur is een redacteur die zich gespecialiseerd heeft in fotografisch materiaal en andere vormen van afbeeldingen, inclusief de opmaak van pagina's. Als beeldredacteur werk je eigenlijk met alle vormen van afbeeldingen en niet alleen met foto's. Denk bijvoorbeeld ook aan animaties, illustraties, infographics en aan video's. Ook het zelfstandig ontwerpen en maken van beeldmateriaal. Komt als beeldredacteur voor, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De belangrijkste taak van een beeldredacteur is het zoeken en selecteren van het beste beeldmateriaal dat past bij een nieuwsartikel of ander soort artikel. Dit kan zowel gedrukte media als online media betreffen. Daarnaast is het denkbaar dat een beeldredacteur gebruik maakt van externe vaklieden om aan het juiste beeldmateriaal te komen. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van een persfotograaf die in opdracht van de beeldredacteur de juiste foto's maakt. Om als beeldredacteur op een goede manier werkzaam te kunnen zijn, is het belangrijk dat een beeldredacteur over voldoende kennis beschikt van verschillende beeldtalen, omdat afbeeldingen in kranten anders overkomen dan afbeeldingen die op het internet geplaatst worden of op sociale media. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een beeldredacteur het beste omschrijven als het verzorgen van de beste afbeeldingen bij artikelen. Als beeldredacteur ben je een belangrijke aanvulling op de redactie, omdat het selecteren en opmaken van de juiste afbeeldingen belangrijk is. Andere werkzaamheden die tot het takenpakket behoren van de beeldredacteur zijn het regelen van alle rechten met betrekking tot beeldmateriaal en het archiveren van beeldmateriaal. Zoals als eerder omschreven is het niet zo dat een beeldredacteur alleen te maken heeft met stilstaande afbeeldingen. Een beeldredacteur kan ook te maken hebben met animaties en video's.